In opdracht van het Brussels Jazz Orchestra schreven 6 componisten een soundtrack bij evenveel graphic novels van tekenaar Philippe Paquet. Ik ben beginnen tekenen rond jazz eigenlijk door biografieën te lezen van muzikanten. En onder meer Miles Davis, Louis Armstrong, die lenen zich ook heel goed tot het in beelden zitten eigenlijk. Hè, omdat het allemaal zo sappige verhalen zijn in de biografieën. Voor Graphicology selecteerde hij 4 bestaande verhalen en bedacht hij er 2 nieuwe. Speciaal voor dit project creëerde de tekenaar een graphic novel waarin het Brussels Jazz Orchestra en Paquet zelf een rol spelen. Dit verhaal vormt de rode draad van de voorstelling en vertelt de ontstaansgeschiedenis van Graphicology. Ik vind het heel fijn dat ik nu eigenlijk samenwerk met kruim van de jazz scene in België. Mensen zoals Frank Vagan en Bert Joris die muziek componeren op mijn tekening, dat is een droom die uitkomt eigenlijk. Het resultaat van de samenwerking tussen de tekenaar en de big band is een visual jazz score. De verhalen zijn gemonteerd tot 6 originele video's en worden op groot scherm geprojecteerd. Het Brussels Jazz Orchestra speelt live de soundtrack bij de beelden. Graphicology combineert op een grensverleggende manier beeldende kunst met muziek, graphic novel en live jazz. Wie Graphicology ziet, kan niet anders dan vaststellen dat zij voor elkaar geboren zijn. Een match made in heaven, waarbij beide partners het beste in elkaar naar boven halen.